KPN, Mediamarkt, PayPal en FOX Sports, partners van de E-divisie. En we hebben weer een nieuwe wedstrijd klaarstaan vandaag. Niemand minder dan HeezerulesNL. Ik heb het ook niet bedacht. Het is natuurlijk Mathijs. Tegen de e-sport van FC Utrecht, Lode de Boo. Lode, je hebt fans, hè? Ben je nu al geconcentreerd? Gaan jullie nu al niks meer zeggen? Huh? Ja, ik ga jullie aanspreken. Ik wil jou het woord laten doen. Ik ga jullie de hele wedstrijd lang aanspreken, dan weten jullie dat vast. Kijk, en als 1-0. Van Ginkel, golazo! Oh, wat is gênant. Meteen Marcootje. Dat geeft niet. Echt, die maakt zo goed. Hoe heet hij ook alweer met zijn doopnaam? Wilbert? Wilfred? Dat zou niet weten. Ik weet alleen dat hij heel veel scoort. Hij heeft 21 doelpunten in 34 wedstrijden. Dat is echt dat weet je dan maar wel. Maar hij heeft 1 doelpunt deze wedstrijd. Die is het belangrijkste, toch? Ja, als hij dit zo blijft doen, dan zien we dat graag uiteraard. Nou, Lode, zeg je wel eens tegen mensen als ze vragen wat doe je voor werk, dat je zegt ik speel FIFA voor mijn beroep? Ja, dat doe ik altijd. En dat je dan ook na 2 minuten achterkomt? Ja, maar dat geeft niet. Oké. Jij speelt natuurlijk met FC Utrecht, vind ik respectabel. We gaan op dit moment niet grandioos. Hier. Kerk! Oh ja, je biertje. Gewoon Gyrano, hè? Paasje op shoot. Gyrano Kerk. Hij heeft al meer meters gelopen dan afgelopen wedstrijd. Oeh, hoppa. Dan komt Locadia, ja, kan je er weer 4 in schieten als tegen Utrecht. Mensen kijken dit in 2019, hè? Daar heeft hij net 5 doelpunten gescoord. Oh, ja. Afgelopen weekend. Tegen FC Den Bosch, want die zijn weer terug in de Eredivisie. Ja, nu en dan ga jij zeggen, heeft al meer gelopen dan afgelopen wedstrijd. Ja, maar dit is gênant, hoor. Ja. Oh. Nu weet ik waarom ze jou HeezerulesNL noemen, Mathijs. Ja, ik heb gehoord dat Heezer regeert. Ik weet niet wat. Sean op de brommer. Daar komt hij dan, hoor. Kleibertje. Hoppa, hakje. Ja, niks vind ik goed. Moet erbij zitten, die mooie momenten. Dat maakt Ayoub krijgt hij de bal, geeft hem weer terug op Klaiber. En die gaat terug naar Van de Streek. Van de Streek en Ayoub. Dit is gewoon gallery play terwijl je achter staat. Is een tactiek, ja. Nee, je moet die ruimte zoeken. Oh, sorry. Je bent de ruimtes aan het zoeken. Ja, daarboven. Klaiber van de Streek, Van de Streek richting de 16, Ayoub. Het maf Dessers, natuurlijk weer anders. Cirulke! De blokkade, hij doet het niet. Ik word duizelig. Ik word er duizelig van deze goal. Jeetje, mineetje, Cyril Dessers. Het balbezit. De Belgische balscorer. Baltovenaars. Dat is een mooie anekdote. Dessers kan het wel. Alliteratie, sorry. Oh, jezus. De jongen staat weer gelijk. Mathijs schaamt zich een beetje, we zien het allemaal. Ja, het is, de druk staat aan, hè. De druk staat aan, het is hoog. De vorige keer, ik laat dit doelpuntje even vallen, want dan wordt het 1-7. De vorige keer was het ook eerst 1-0, toen 1-1 en daarna 16 nog steeds Pereiro. Van Ginkel, Locadia. Oh, Locadia gaat zoenen met Van de Streek, maar er komt geen goal uit. Het was een raar moment, jongens. Sander, hè? Labyad. Van de Streek is een beetje jouw speel, die zoek jij vaak op, Lode. Wie is jouw favoriete Utrecht-speler? Jensen. Ja? Ja. Waarom? Sympathieke gast, is goed. Ja. Hij is eigenlijk, denk ik, de beste van het team ook. Denk je? Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Beter dan Ayoub? Of kun je dat niet vergelijken? Ja, nou, ik denk dat Jensen belangrijker is dan Ayoub op dit moment. Dat zou zomaar kunnen. Maar je bent ook een Dessers-fan, toch? Ja. Cyril, wie vind je het minst leuk van de selectie? Minst leuk van de selectie? Ja? Vind ik het lastige, eigenlijk. Labyad bijvoorbeeld? Ik geef maar een voorbeeld. Nee, Labyad is wel een aardig gast. Oké. Van de Streek dan. Hoe lang kunnen we dit volhouden, denk je? Tot het wedstrijd voorbij is? Ja, als je elke speler afgaat, moet ik een keertje naam noemen. Kerk dus. Als je eerlijk bent, Kerk. Nee. Precies. Ja, al die Kerk, joh. Ondertussen bakken jullie er allebei helemaal niks van. Nee, inderdaad. Er staat 1-1. Zo'n paasje dat... Stormachtig begin. Hier. Hier gaat Kerk nog eventjes. De speler waar Lode de Boo een hekel aan heeft. Ja. Nee, is niet waar, hoor. Mocht Kerk kijken. Netje. Oh jee, Jeroen. Oh! Ja, Jeroen, doe nog niet. Was het Dessers? Ja, dat Jeroen niet doen. Pas nog met dat vuur. Ik vind het wel sympathiek dat Ayoub is gebleven. Ayoub is ook een sympathieke jongen natuurlijk. Ja. Ik vind hem ook wel aardig. Maar ik had gedacht dat hij weg was gegaan. Maar, ondertussen, pakken jullie er nog steeds allemaal niks van. We zijn inmiddels in de 40ste minuut. 1-1. Lode, jij bent een e-sporter. Ja. Kom aan. Ja, ik doe mijn best. Danny elke keer te ploeteren in de e-divisie. Jij een beetje vlieren fluiten daar in Utrecht. Ja. En dan kom je hier, dan moet je het laten zien. En dan sta je 1-1 tegen HeezerulesNL. Ja, maar wij is toch ook wel goed. Wat weet je van Hezen, Lode? Het heeft een kerk. Wat? Hezenkerk? Dan wordt Willem Jansen gewoon uitgesprint. Pereiro, kan toch niet? Willempie. Wat een man. Willempie, wat ben je aan het doen? Even kijken, maar ja, Van Ginkel die kan zoveel goede dingen. Hè. Hij moet eventjes nog eens een tweede gaan scoren. En die gaat nu komen. Of een assistje mag ook. Nee joh. Niks aan het handje. Ik doe het er nu toe beter dan... Lode komt er weer uit. Met Kerk. En dus de eerste helft zit erop. Hey. Ja. Vaak spannend pot, toch? Daarom, het kan beide kanten op. Jeetje, meneertje. Ik heb sowieso nooit meegemaakt, denk ik. Je hebt laatst gewonnen, toch? Hier, toen je zat? Mijn wedstrijd was tegen de e-sporter van FC Twente. Die heb ik natuurlijk opgerold. 2-0. Simon is de leermeester. Heracles. Dat is niet zo gek. Maar eigenlijk iedereen hier aan de desk, buiten de gasten natuurlijk. Maar ik bedoel Mathijs en Koen, Roelie, Bas. Zij hebben alles Joost, wat ze weten van mij geleerd. Is dit nou weer een bal? Je moet toch boos die Lode, hè? Probeert het een beetje de vriendelijke oom uit te hangen. Totdat het misgaat. Als ze niet doen wat ik zeg, dan word ik al boos, ja. Dan pakt hij de riem tevoorschijn, hoor. Lode de Boo. Ja, daarom. De grapjes komen zodra je niet kan voetballen. Bas is er niet, Roelie is er niet, dan moet ik het maar doen. Van Ginkel, Pereiro steekt hem hier lekker doorheen. Oh, dat zou lelijk zijn geweest. Jongens, echt alsjeblieft, stop bij de 9e minuut mijn gelijkspel. Je gaat toch niet herhalingen, jongens? Of verlenging? Penalties dan meteen. Ja, penalties? Nee. Maar of iemand moet nu opstaan en laten zien uit wat voor hout hij gesneden is. Dit is gewoon muizen tegen de muis. De enige man is de scheidsrechter, omdat hij nog meedoet. Ja, dit is mooi. Dit is voetbalhouden. Dit is waarom Utrecht jou aangenomen heeft. Hakje lekker naar rechts verleggen nog. Nee, steekt hem gewoon door. Dessers. Nee, wat doe je nou? Als je nu scoort, die laatste bal, is het jammer. En nu is er ruimte. Ik heb gezien dat er dus... Links staat alle ruimte. Hoppa, Lozano. Ja, hé, mijn poppetje. Chucky. Nee, wat doe ik? Ja, ik doe scoren. Oeh. Dat was even schrikken, maar ik scoorde. Waarom hield je in? Is daar nog een reden? Ja, ik dacht, hij komt uit. Maar Lode is niet gek, toch? Nee, maar Lozano is ook een heel goede voetballer. Ja. Hé, maar dit had ik niet afgesproken. Kijk. Ja, 2-1. Ja. Het is echt gênant om hier van presentatoren te verliezen, Lode. Ja. Moet ik even laten focussen op de wedstrijd. Dan ga ik wel even namen noemen, zoals commentatoren altijd doen. Emmanuelson, Van de Streek. Klaiber. Wat vind jij de beste Utrecht-speler, Simon? De beste? Ja. Ik denk Ayoub. En waarom? Omdat hij beter is dan die anderen. Denk ik. Hij is wel de inzicht en de balbehandeling en de mentaliteit en al dat soort dingen. Misschien dat Labyad is de technisch bijvoorbeeld vaardiger, maar ik vind Ayoub wel een speler die bovenuit steekt. Ja. Oké. Ja, ook tof dat hij dan inderdaad zoals Lode zei gebleven is en nog een jaartje lekker meespeelt. Ik weet niet of er spelers zijn die echt puur en alleen 100% blijven uit belang. Hoppa! 3-1! Is dat niet normaal dit? Jezus. Ja, het is niet eerlijk hè, Lozano. Dit is Lode. Dit is gênant. Ja, maar dit is echt gênant. Dit betekent dat Mathijs gewoon de e-sporter van Utrecht zou kunnen worden. Ja, ik weet het. Lode, je moet hier nu eens tegenover zitten. Ik had me aangemeld hè, vorig jaar. Als wat? Als speler gewoon in het algemeen. Waarbij? Toen zou ik bij Telstar komen, maar ze vonden mijn accent te onthutsend. Dus daarom kon ik niet bij Telstar. Ik ook wel. En ik kom uit Brabant, kun je nagaan. Ja, daarom. Hé jongens, doe eens even normaal nu. Lode geeft het spel even de schuld. Ja, kutspel. Je controller werkt ook niet helemaal naar behoren, heb ik het idee. Ja, dit is gewoon lekker hoor. Ja, klopt Lozano, nu even een doelpunt. Dan kan hij eigenlijk in de Studio E-divisie nog een keer komen. Oh nee. Toch niet. Lode gaat nu van zich laten horen met een uitbraak. Daar wordt de comeback in werking gezet. Kerk legt hem terug van de streek. Natuurlijk Klaiber elke keer op de brommer aan die rechterkant. Ja, die gaat op de brommer. Ja, ik denk Jorrit houdt hem wel bij. Kerk staat er klaar voor. Kerk Willem. Jorrit gebruikt slechts een fietsje, die heeft geen scooter. Of een brommer. Jongen, maar dat legt nog goed terug, pannenkoek. Doe je dat? Ja, dan gaat Lozano op de brommer. Iedereen is op de brommer vandaag, behalve Lode. Stevie, jawel. Kom maar. En nu dan? Lozano. Dit is gênant. Die paas ook wel. Lode. Nu gaat Lode er weer uit. Nu wordt het een leuke wedstrijd, jongens. Nog maar 10 minuutjes. Lode, dit is spannend hoor. Ga je dit nog rechts zetten, Lode? Ja. Nee? Ja. Oké. Twee goals verschil. Dat wordt lastig. Even checken. Maar met dit soort paas is ook... Maar die was ook helemaal niet op hem gemikt. Maar wat gaat er dan mis, Lode? Was dat buitenspel? Nee, volgens mij was het mijn controle. Mentaliteit. Wat een paas. Wat is dit balen, zeg. Jezus. HeezerulesNL maakt ook even spannend, hoor. Iedereen Heezers zit met ingehouden adem te kijken. Van de Streek. Kan hij nog iets? Ja, maar dit jongens. Hey, wat heb je met het spel gedaan? Je hebt letterlijk geen paas aan laten komen. Nee, dat klopt. Dat is bijzonder. Die Pereiro, hij is een aanvallend mid, maar hij kan ook niet pasen. Dat is dan een beetje het nadeel. En sowieso heeft hij maar één been. Een beetje een soort Lode is het eigenlijk. Ja, dit ook nog eens. Hey, wat heb je met die scheids gedaan, jongens? Alles is hier omgekocht en kapot en gerewired. Oh ja hoor. Dit ook nog? Ja, dit is wel een slotakkoord. Passend voor deze wedstrijd ook, hoor. Dik Express. Joh, tuurlijk joh. En natuurlijk, ja joh. Die was zo lelijk dat hij er vrij trap voor kreeg. Ja, Jorrit, dat was wel een beetje opportunistisch, maar man, 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 man. 3-1. Ja, het had zo moeten zijn, zullen we maar zeggen. Jongens, mag ik het woord aan jullie geven? Ja. Als laatste, Lode, wat wil je erover zeggen? Ik wil erover zeggen... Mathijs, wat wil je erover zeggen? Ja, heel moeilijke wedstrijd, maar ja? Goed. Niet eerlijk, hè? Lozano is veel te goed. Ja, maar alles op Lozano. Dat is, FC Lozano heeft dat toch weer gewonnen. Ja. FC Lozano heeft gewonnen. 3-1 voor Mathijs. Dankjewel voor het kijken. Gefeliciteerd. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports, partners van de E-divisie.